Hallo beste kijkers, welkom bij een nieuwe video op Trilsander. Mijn naam is Sander en welkom bij de 5e aflevering van Sprookjeskracht. Dus ik zou zeggen, laten we eens even lekker gaan beginnen. In deze aflevering gaan we niet teruglopen naar Anderrijk, maar we gaan naar Fantasierijk, want we gaan daar de attractie doen. Daar heb je de Symbolica, de Gondoletta en de Pagode staan. En in deze aflevering gaan we de Pagode pakken, oftewel de Flying Iceland die in het park staat. En even over de Flying Iceland gesproken. De Flying Iceland is een hele leuke, unieke attractie. Gebouwd door Intamin AG, die we allemaal wel kennen. Waaronder de Goliath van Walibi Holland. Die is ook gebouwd door Intamin. Maar je hebt ook andere Flying Iceland. Waaronder dus er eentje in de Gardaland Resort in Italië. En de andere staan in Azië. Maar volgens mij in China, maar ik weet niet. Als jullie het wel weten, laat het dan even weten in de comments. Maar goed, we zijn binnen. En dan gaan we zo naar Fantasierijk lopen. En dan gaan we de pagode maar eens even lekker pakken, waar ik dus heel veel zin in heb. Vind je die pagode ook een hele leuke attractie? Laat me vooral even weten in de comments in deze video. Want zou ik namelijk ontzettend waarderen dat jullie even een comment achterlaten naar jullie favoriete Efteling attractie. En dan, dan zou ik het even heel erg waarderen. En voor je het weet kan ik die ook doen in de onride. Maar we gaan even zo'n beetje alle attracties pakken van Sprookjeskracht, zeg maar. Dus dat wordt heel leuk. Nou, we moeten daar nog even over het spoor lopen en dan gaan we zo over de Pardoespromenade lopen. En dan lopen we langs Symbolica en dan zijn we zo bij de pagode aangekomen. Dus we moeten nog wel even een stukje lopen, maar dat maakt niet zoveel uit hoor. Want in het echt moet je ook nog een beetje eentje lopen, want de Efteling heeft een oppervlakte van 72 hectare. En dat zijn nog wel aardige voetbalveldjes bij elkaar. Oké, welkom allemaal op de Pardoespromenade. En dit is ook... En hier ga je dus ook sowieso lopen als je dus bijvoorbeeld naar Dans Macabre wil gaan of naar Fabula. Ik ken zelf Fabula ook een hele leuke attractie. Het is ook echt een hele goede videofilm hoor. Want ik ben echt ontzettend veel een hele grote fan van Fabula. Ik vind vooral het eekhoorntje en die beertjes zijn juist echt heel erg schattig. Maar goed, we zijn bijna bij Symbolica. We moeten nog even een klein stukje lopen en dan zijn we er. Nou, ik heb er dus hartstikke veel zin in. Laat ik je zelf plezieren. Oké, zoals je daar kunt zien, daar, weet je waar, zandachtige kleur, daar moet je naar Das Macabre gaan en Fabula. En waar ik dus nu overheen loop, dat is dus een speciale kaart waar alle rijken van de Efteling liggen. Maar wij gaan nu lopen naar Fantasierijk. Want daar staat natuurlijk de Symbolica, de Gondoletta en de Pagode. En die moeten we natuurlijk sowieso even pakken. En even over Symbolica gesproken, hoe ik dat ga doen. Per aflevering ga ik één tour doen. Dus bijvoorbeeld in één aflevering doe ik muziek, tour. De volgende aflevering helder tour en in de andere schatten tour. Sorry hoor. Nou, we lopen zo langs Symbolica. Ik kan de muziek al een beetje horen. Dat is echt een heerlijk muziekje van Symbolica. Want de Efteling is toch op mijn mening wel het attractiepark met de mooiste muziek. Dat is echt heel tof gedaan hoor, hoe de Efteling dat heeft gedaan. De Efteling is namelijk echt de wereld van magie. Echt zo geweldig gewoon. Nou, we moeten nog even naar links lopen. En dan nog een klein stukje rechtdoor lopen. En dan zo naar de pagode lopen. Nou, we moeten nog een klein stukje lopen zoals ik net al zei. Dan moeten we nog even een stukje op dit pad lopen. En dan zijn we zo aangekomen bij de pagode. Dat is heel veel zin. Maar dan moeten we ook nog een klein stukje langs Symbolica lopen. Zo. En daar verderop kan je al wat bootjes zien van de Gondoletta. Maar nu eventjes niet. Maar in de volgende aflevering gaan we dus de Gondoletta doen. En dat wordt waarschijnlijk een van mijn langste video's. Want dat is ook logisch. Want de Gondoletta is een boogduur van minstens 20 minuten lang. En ik hou zelf ook best wel heel erg van bootjesattracties. Waaronder dus de Fata Morgana. En dat is ook de reden waarom ik de Fata Morgana een van mijn favoriete dark rides vind in de Efteling. Nou, ik zie daar de pagode. En die moeten we zeker even gaan... En die gaan we nu even pakken. De pagode zelfs niet kan zijn. Nou, nog een klein stukje doorlopen. En ik kan vanaf daar al ingezien. Oh, zo. Ik loop tegen de boma. Zo, we zijn er. Nog een klein stukje doorlopen. Ja, nu moeten we nog even wachten. Ja, en de pagode is open. En dan gaan we zo even door de wachtrij lopen. En gelukkig hoeven we niet te zigzaggen, want dat vind ik wel een beetje irritant als het aan zou staan. Maar goed, we gaan zo naar binnen. Zo door het hekje. Hoppatee. Dan gaan we de attractie betreden. Zo naar binnen. Daar even een stukje doorlopen. En dan gaan we even een zitplekje uitzoeken. En dan kunnen we genieten van de rit. Nou, zitplekje is gearriveerd. Dus ik zou zeggen, jongens, geniet van de POV.
Nou jongens, dat was inmiddels weer een heel leuk ritje in de pagode. Ik heb ontzettend genoten van het uitzicht van het hele park. En nu gaan we de attractie verlaten. Oh, het hek moet nog eens even open. Zo, en dan kunnen we eruit. Hoppatee. En zo naar de uitgang lopen. Vervolgens even lekker de video afsluiten. Dan moeten we dan nog even een stukje naar beneden lopen. En dan tijd om de video maar eens even lekker af te sluiten. Zo, hoppatee. Nou jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. En tot ziens.